De 17 Cougar-helikopters die gestationeerd staan op vliegbasis Gilze-Rije worden door Defensie gemoderniseerd. Hierdoor hoopt demissionair minister Eimert van Middelkoop de heli's tot zeker 2026 te kunnen inzetten. De aanpassingen zullen tussen de 50 en 100 miljoen euro gaan kosten. De bewindsman schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanpassingen eigenlijk nu nodig zijn, omdat de fabrikant Eurocopter France vanaf 2015 een aantal onderdelen niet meer zal produceren. Ook voldoet de Cougar niet aan de vereiste navigatiemiddelen.